afgelopen week in Violetta. Na de vakantie begint er een nieuw hoofdstuk voor Violetta en haar vrienden. Ik wil dat dit jaar perfect wordt en niemand mag het verpesten. Ik wil gelukkig zijn. Ook de studio maakt een nieuwe start. Met een nieuwe lerares dans, Jackie, en een nieuwe naam. Studio Ambiet. Leon heeft een nieuwe passie. Motocrossen. En Violetta gaat voor het eerst uit met haar vrienden. En weet je wat je vanavond aantrekt? Zonder protest van Herman. Nee, waar dacht jij naartoe te gaan zonder mij een kus te geven? Alles krijgt een nieuw begin. Zelfs oude liefde. Ik heb je gemist. Violetta en Leon voelen nog steeds iets voor elkaar. Als we samen zijn lijkt het wel of ik zweef. Alsof alles om ons heen verdwijnt. Maar Violetta heeft een nieuwe bewonderaar. Diego. Ik ben de liefde van haar leven. Alleen weet zij dat dus nog niet. Hij brengt Violetta in de war. Vandaag verscheen er een jongen vreselijk. Vervelend. En daagt Leon uit. Is hij wel goed bij zijn hoofd? Francisca weet niet goed wat ze moet denken van haar nieuwe bewonderaar. Marco. Ik heb hier de Wil je mijn vriendin van zijn? En Lucinda, die zweert dat ze is veranderd, heeft het erg druk met stoken en manipuleren. Je bedoelt dat ik dus Broadway jaloers moet maken met DJ? Ja, schat, waarom niet? Herman, Angie en Jade starten een nieuw hoofdstuk. Ik hou van mijn nichtje en ik wil jou. En, Je wilt mij? Maar Angie denkt dat Herman niets meer in haar ziet. Het is duidelijk dat hij mij niet wil. En dat Violetta zichzelf kan redden. Dat ik niet meer nodig ben in dit huis. Intussen heeft Jade een plan bedacht om Herman terug te winnen. Mijn plan is een actrice inhuren die heel veel lijkt op Maria. Zowel qua uiterlijk als in manier van doen. Herman wordt verliefd, schuift Angie goed opzij. En zodra hij arm is, laat ze hem in de steek. En dan voelt Herman zich zo verdrietig, eenzaam en verlaten dat hij zo terugrent in mijn armen. Wordt vervolgd. Nieuwe afleveringen zie je maandag tot en met vrijdag om 7 uur op Disney Channel.